Reander is een protestants-christelijke organisatie voor zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Kariander is opgedeeld in verschillende regio's, verspreid over de Veluwe. In deze presentatie willen we u iets laten zien van alle activiteiten van Kariander in regio Noord. Kariander heeft in regio Noord 3 wooncentra. Dat zijn de Linde in Wezep en de Steenrots en Heidestaten in het Harde. In het Harde heeft Kariander verschillende centra voor dagbesteding. Shalom, de Koepel en het Trefpunt. Ook biedt Kariander in regio Noord ambulante begeleiding aan cliënten die zelfstandig wonen. Lucette is de zorgconsulent van Kariander voor regio Noord en heeft haar werkplek op het centraal bureau van Kariander. Vandaag gaat Lucette met Marco op pad in regio Noord. Marco woont in Doornspijk. Hij gaat kijken welke wooncentra en centra voor dagbesteding Kariander in regio Noord heeft. Op het Trefpunt is een bakkerij en doen de cliënten arbeidsmatig werk. In de bakkerij worden taarten gebakken, zoals appeltaarten, slagroomtaarten en monsjoetaarten. Ook worden er verschillende soorten cakes gebakken. Deze producten worden verkocht aan particulieren en restaurants in de regio. Arbeidsmatige werkzaamheden bestaan uit het vouwen van compostzakken, het verpakken van verfrolletjes, schuurpapier en fietsenonderdelen. Het Defensieproject is een bijzonder dagbestedingsproject. Enkele cliënten werken 2 dagen per week op het terrein van de Tonnetkazerne in het Harde. Op de Koepel worden allerlei cadeauartikelen gemaakt die verkocht worden aan particulieren en winkels in de regio. Producten die gemaakt worden zijn zeephangers, kaarsen, textielproducten zoals badlinnen met geborduurde tekst, knuffels, houten decoratieve tekstbordjes, kransen en nog veel meer. Ze worden verkocht vanuit de winkel in de Koepel en op regionale markten. In het gebouw van Shalom zijn 2 verschillende clusters waar cliënten dagbesteding wordt aangeboden. In het oudere cluster komen ruim 30 meest oudere volwassenen voor de meest uiteenlopende activiteiten. Van houtbewerking tot volksdansen, van borduren tot paardrijden en van weven tot spelletjes doen. Als je even een momentje hebt, dan ben ik je door. Daarnaast hebben ze een eigen receptiedienst en zijn er verschillende deelnemers die vrijwilligerswerk doen op een basisschool of in een verzorgingstehuis. Op het structuurcluster wordt dagbesteding gegeven aan 25 cliënten verdeeld over 5 groepen, waarvan 1 groep voor cliënten met ernstige meervoudige beperkingen, waaraan intensieve zorg wordt geboden. Er worden ontwikkelingsgerichte, creatieve, belevingsgerichte, ontspannings- en bewegingsactiviteiten gegeven. De activiteiten worden aangeboden vanuit een vertrouwde en stimulerende omgeving, van waaruit de vaardigheden in stand worden gehouden en waar ook ruimte is waar nieuwe vaardigheden kunnen worden ontwikkeld. Naast de groepsactiviteiten worden er ook bewegingsactiviteiten, zoals slenderen en trampolinespringen aangeboden. Ook vormingsactiviteiten, fysiotherapie en logopedie zijn onderdeel van het activiteitenaanbod. Heb je vragen of hulp nodig in je dagelijkse leven? Woon je zelfstandig of wil je zelfstandig gaan wonen? Dan kun je kiezen voor ambulante begeleiding van Kariander. Het ambulante cluster Noord biedt cliënten ondersteuning. In Doornspijk, in het zorgcentrum Het Hart van Toornspijk, heeft Kariander de beschikking over 9 appartementen, waarvan 1 appartement fungeert als steunpunt. In de overige appartementen wonen cliënten die 2 tot 6 keer in de week begeleiding ontvangen. Begeleiding is vanaf 4 tot 9:30 aanwezig. In het steunpunt kan je enkele momenten in de week terecht om anderen te ontmoeten onder het genot van een kopje thee, koffie of een lekkere warme maaltijd. Ook kun je op uitnodiging gebruik maken van de centrale ontmoetingsruimte van het Hart van Toornspijk. In deze ruimte worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Naast deze vorm van ambulant begeleid wonen met een steunpunt bieden we ook aan 7 cliënten in de gehele regio ondersteuning aan huis. Woon- en dienstencentrum De Steenrots is de oudste woonvoorziening in regio Noord en bestaat al meer dan 30 jaar. In 2007 is De Steenrots in zijn geheel gerenoveerd
en geschikt gemaakt voor intensieve zorg voor met name oudere bewoners. In de Steenrots wonen 21 bewoners verdeeld over 3 groepen, waaraan 24 uur zorg wordt geboden. Elke bewoner heeft zijn eigen zit-slaapkamer met een eigen sanitaire ruimte. De Steenrots heeft 3 gemeenschappelijke huiskamers. In deze huiskamers kunnen bewoners gezamenlijk eten, spelletjes doen, tv kijken enzovoort. Ook heeft de Steenrots een logeerfunctie. In de Steenrots worden de maaltijden verzorgd door een kok. Hij verzorgt samen met assistentkoks, bewoners, de maaltijden voor de Steenrots en Heidestaten. In de linnenkamer van de Steenrots wordt de was van zowel de Steenrots als Heidestaten bewoners verzorgd. Het regiokantoor is een verbindende schakel tussen alle locaties van Regio Noord en het Centraal Bureau van Kariander. Het is de werkplek van de regiomanager en ook de teamleiders hebben hier hun gezamenlijke werkoverleg. In de regio zijn diverse plannen in ontwikkeling, bijvoorbeeld met betrekking tot de toekomstige woonvoorzieningen in Wezep en Wapenveld. Wooncentrum De Linde in Wezep is ontstaan uit een ouder initiatief en werd 2,5 jaar geleden geopend. Op de begane grond wonen cliënten die meer intensieve verzorging en begeleiding nodig hebben. Voor de bewoners zijn 2 huiskamers en 12 studio's. De Linde is de eerste woonlocatie van Kariander waar ook mensen met een ernstige, meervoudige beperking kunnen wonen. Hier zijn de ruimtes dan ook op ingericht. Ook is er een snoezelruimte en zijn er diverse hulpmiddelen aanwezig ter ondersteuning van de bewoners. Op de eerste verdieping zijn 12 ruime appartementen en is er een gezellige inloop. De bewoners op deze etage wonen relatief zelfstandig. De bewoners kunnen gebruik maken van de inloop om samen te eten en de avond door te brengen. Heidestaten is de nieuwste locatie van Kariander in Regio Noord en werd in april 2010 geopend. Heidestaten is een appartementencomplex met 27 appartementen waar 24 uur begeleiding wordt geboden, net als op de Linde en de Steenrots. Het eetcafé is een van de gemeenschappelijke ruimtes waar bewoners kunnen koffie drinken, eten en elkaar ontmoeten. Op de eerste etage zijn 2 huiskamers die dezelfde functie hebben als het eetcafé. Iedere bewoner heeft een appartement met een woonkamer met keukenblok, slaapkamer, badkamer en bergruimte. De meeste bewoners op Heidestaten zijn redelijk tot bijna volledig zelfredzaam. We hopen dat u een indruk heeft gekregen van Regio Noord van Kariander. We zijn blij met de mogelijkheden die we als organisatie kunnen bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Trots op onze medewerkers die met veel inzet en enthousiasme onze cliënten een fijne woon- en werkplek proberen te bieden. Steeds vanuit ons motto, dichtbij en daadkrachtig. Kariander. Zorg die staat.